Aan mij de eer u allemaal van harte welkom te heten op hier het derde bondfeest van de Bond Eendracht Echt Born. Welkom alle schutterijen, schuttersrun, genodigden, sponsoren, bondsbestuur, Pater van Gouwen, een afvaardiging van de gemeente, de heer Meekels, wethouder Batens en de heer Gene. Verder iedereen die ik vergeten zou zijn. Ik dank natuurlijk ook Almania en de Sportstichting voor het leveren van dit geweldig complex. Al onze vrijwilligers die toch geweldig werk verzet hebben. Als je om je biek kijkt, zit je weer prachtig dat terrein erbij. En als het vandaag goed weer blijft, kan je allemaal een fijne dag blijven. Ik wens hier iedereen een sportieve wedstrijd toe. En straks bij de uitreiking zijn we ons weer. En ik ben benieuwd wie hier vandaag met de dagbeker weggeeft. En dan wil ik nu het woord geven aan de afgevaardigde van de gemeente, de heer Pieter Meekels. Beste shutters en shuttersvrouw, vriendinnen uiteraard. Ook namens het gemeentebestuur heel hartelijk welkom hier in Broek Sittard. Gemeente, wat bewerkt tot de gemeente Sittard-Gelein. Voor het derde bondshuttersfeest van de bond, wie het juist al gezag is geworden door de voorzitter. Ja, de shutterie Lambertus, Sint Lambertus, heeft op geen enkele manier kusten en moeite gespaard om hier op een geweldig complex een Schwan bondshuttersfeest te laten plaatsvinden. En weer als gemeentebestuur zijn we nog blij dat je bij ons te gast zit, maar vooral ook wil we dat hard ondersteunen, want je weet ook naar de toekomst toe dat het bijzonder mogelijk is om deze folklore in stand te blijven houden. En daar willen we in ieder geval als gemeentebestuur ons steentje aan bijdragen om dat voor de toekomst te waarborgen. Ik kan nog lang praten, maar we zullen het kort houden. Ik wens je allemaal een heel sportief en gezellig bondshuttersfeest. En dan moet ik namens de voorzitter van de bond officieel zeggen dat hiermee het derde bondshuttersfeest geopend is. Dan wil ik nu uitnodigen voor het gebed de heer Pater van Gouwen. En ik wil toch zeggen, door maar in de kerkelijke termen te blijven, dat we gezegend zijn met zo'n heer. Vandaag kan ik daar gebruik van maken. Meneer van Gouwen, we zijn blij dat je in ons midden zit. Dank u. Ik mag het ook in het Nederlands doen, hè? Ja. Vanmiddag is hier de optocht met défilé. Al enkele dagen zijn hier de festiviteiten, met name 's avonds, het schieten in Limbricht en nu vandaag de optocht met de défilé. Het vraagt een enorme voorbereiding, samenwerking en organisatie. En het is werkelijk een gelukwens waard vanaf deze plaats voor alle die hier hun schouders onder hebben gezet. Want daar heb je vele en ook hardwerkende en kundige vrijwilligers voor nodig. En je hoopt en je bidt dat alles met succes, veilig, zonder ongelukken en in een fijne sfeer en natuurlijk ook met goed weer mag verlopen. Mag ik daarom als parochiepriester een kort gebed uitspreken. Heer God, heel de schepping is van u en komt van u. Laat ons uw schepping altijd met dankbaarheid gebruiken. Bescherm ons tegen alle gevaren die zich kunnen voordoen. Geef dat de verenigingen en de gasten hier in een goede geest als mensen bijeen zijn en elkaar van dienst zijn. Laat ons omgaan met elkaar als kenmerk de liefde dragen waarin Jezus ons is voorgegaan. Samen zeggen we het gebed dat Hij aan ons allen heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Dank u wel. Bedankt, meneer Pastoor.
En ik wil toch even nog een woord richten aan onze vervaar die dacht dat ik ze misschien vergeten was. Maar heel veel dank dat je hier bent gekomen en dat je ons dadelijk nog begeleid naar het defilé. En terug natuurlijk, dat was fijn. Dan wil ik nu het feest overdragen aan onze bondsvoorzitter Henk Franke. En het is voor dich, jong. Alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Schuttersfreund, ik wil heel even nog aansluiten aan hetgene wat de bestoor heeft aangegeven. Vroeger voor een kort moment van stilte voor Emestij de afgelopen week ons ontvallen is. Ger van Bun, voorzitter of bestuurslid bij de ZLF. De meeste van u die kennen hem al. En ik zou heel even willen vragen voor een kort moment van stilte voor hem. Bedankt. Hartelijk welkom op dit terrein hier van Broekzitters, waar weer alles in het werk is gesteld om er een mooi feest van te maken. We hebben gisteren geschoten in Lumrik, dat was ook al gezellig. En er zijn twee verenigingen die de 18 geschoten hebben. Maar er zijn ook nog de nodige verenigingen die maar één misser hebben. Dus ik denk dat er vandaag nog een hele fijne, spannende dag kunt werken om te kijken wie uiteindelijk met de daarwerk aan de hoes gaat. Wat betreft het zitten hebben we op het OLS de hoofdprijs niet kunnen pakken, maar we hebben daar toch wel een belangrijke rol gespeeld, althans. De schutters van Sint-Hubertus Nattenhoven hebben daar een vierde plaats gehaald en dat is ook heel netjes. Sint-Petrus en Paulus Zesteren die hebben met de 16e plaats ook goed gepresteerd. Al met al denk ik dat het toch weer netjes is geweest. We hopen het volgend jaar weer een stapje hoger te kunnen komen. Bij ZLF hebben de shutters van de Bond Eendracht heel goed gepresteerd. De eerste plaats bij het zitten is gedeeld door drie verenigingen. Te weten Sint-Hubertus Nattenhoven, Sint-Petrus en Paulus en Sint-Urbanus Moffert. En wat die laatste betreft, die zijn met de kampioensbijkanoes gegaan op het ZLF. Die hadden de hoogste punten bij de houdingoptocht, defilé en zitten. En ik denk dat dat een applausje waard is voor de shutters en de vereniging van Sint-Urbanus Montfort. Kortom, het is een succesvol ZLF geweest voor ons. En dat geeft zich dan ook weer de hoop dat OLS, wat toch ook eigenlijk een grote broertje is ervan, door ons toch ook best in een keer gewonnen kan worden. En ik hoop dat dat het komend jaar gaat gebeuren. Geachte aanwezigen, voordat we beginnen met de wedstrijden, wil het bestuur van de Bond Eendracht van de gelegenheid gebruik maken om Emes te bedanken die zich de afgelopen jaren als bestuurslid heeft ingezet voor de Bond. En ik wil dan nu Jacques Franke vragen om even naar voren te treden. Jacques, van harte welkom op de EPO's hier in Broekzitter. We hebben dit feest gekozen om dich te bedanken voor het vuile werk wat ze als bestuurslid en voorzitter van de Sjeetcommissie binnen de Bond hebt gedaan. Dat zitten is die een lust aan je leven en ook als voorzitter van de Sjeetcommissie waren ze zeer gedreven en gemotiveerd. Als voorzitter van zo'n Sjeetcommissie hebben ze ook al vaker te maken met verenigingen of personen die zich om de een of andere rijen benadeeld voelen. En die komen dan altijd aankloppen bij de voorzitter. Die hebt altijd voor die mening gestangen, maar er was ook de voorzitter die goed wist waar de verenigingen voor, tijdens en na het zitten mee te maken hebben gehad. En daar heb ik in die besluitvorming ook altijd rekening mee gehouden. Als voorzitter heb ze dan niet alleen te maken met de leuke dingen, maar er komen ook wel eens tegenstellingen. En ja, dan moest ze toch aan tafel gaan zitten en proberen om die met een goed gesprek opgelost te krijgen. Het vorig jaar heb ik besloten om te stoppen als bestuurslid van de Schuttersbond Eendracht en als voorzitter van de Schietcommissie.
was lid geworden van de Schutterij Sint-Rosa Sittard. En op dit moment was ze daar zelfs de voorzittershamer aan het hanteren. En wat ik mag aannemen is dat het Schetenbedicht toch nog altijd een zeer voorname plek in je hart heeft. Wat dat betreft is het vermeldenswaard dat het zestal van Sint-Rosa ook op het OLS het kunnen deelnemen aan de kaveling. En wat toch wel een prestatie is als je kijkt naar de korte voorbereiding die er geweest is. Vorig jaar, nogmaals bedankt voor wat ik gedaan heb voor de Schuttersbond Eendracht. Wat ze voor ons betekent namens het bestuur en ook de leden, wensen voor dich en je echtgenoten heel veel succes toe in de toekomst als voorzitter van de Schutterij Sint-Rosa. En ja, we hebben voor die echtgenoten, die helaas hier niet bij kan zijn, een bloemetje metgenomen. Mocht ik dat bij deze aanbieden en haar dat overhandigen. En van ikzelf, maar ook van die echtgenoten, de Kees kun je een aantal, ik denk, zeer voortreffelijke wijntjes in. Zodat je in alle rust kunt genieten, ook van het vuile werk en uitrusten van het vuile werk wat ze doen. Jacques, nogmaals van harte gefeliciteerd, of bedankt, wat ik zeg. En ja, ik wil aan u allemaal vragen, dames en heren Schutters, geef Jacques een hartelijk applaus, ook voor hetgene wat er voor u gedaan heeft. Dan gaan we ons nu opmaken voor de optocht en voor de wedstrijden. Ik hoop dat voor Dreughouten, ziet er nog altijd goed uit. De uitslagen van alle wedstrijden die proberen weer tussen 7 en half 8 bekend te maken. En de uitroeping van degene wat de dagmerker heeft gewonnen, zal ook vrij snel daarnaar gaan gebeuren. Namens de organiserende vereniging en het bondbestuur wensen we terug een mooie wedstrijddag toe en voor het publiek en alle deelnemers veel kijk- en luistergenot voor deze mooie Schuttersdag. Heel veel succes. Dan wil ik nu de commandant nog even het woord geven. Voor het Limburgs volkslied. Schutters, geef acht. Dan geef ik nu het commando terug aan de commandanten van de vereniging, waarbij ik heel even een verzoek heb dat de commandanten zich heel even melden hier neven de kiosk voor een korte mededeling met betrekking tot het defilé. Dus alle commandanten alsjeblieft heel even naar de kiosk komen voor een mededeling over het defilé.